Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze video ga ik je alles uitleggen over het ontwerpen van een conversiegericht formulier en checkoutproces. Een waarschuwing vooraf, de video is wat lang, hij duurt ongeveer een uur, maar dat komt omdat ik je echt alles wil uitleggen over design. Ik heb de video wel zo gemaakt dat hij extreem praktisch is. Dus zet jouw offerteformulier of jouw checkoutproces op het tweede beeldscherm ernaast. En dan kan je die tijdens het filmpje meteen bekijken, aantekeningen maken en hem direct gaan verbeteren. We gaan heel veel doornemen tijdens deze video. En als je hiermee klaar bent, heb je eigenlijk alles wat je designtechnisch moet weten om jouw conversies flink te verhogen. Waar gaan we het over hebben deze video? We gaan het hebben over het gebruik van kleuren. Welke kleuren converteren goed en welke kleuren converteren minder? We gaan het hebben over witruimte, over of je één kolom of meerdere kolommen moet gebruiken. We gaan het hebben over hoe je je formulier moet opdelen, zodat het logisch is en zodat het mensen helpt. We gaan het hebben over de teksten, over labels, over placeholders. En als je nog niet weet wat het is, dan ga ik het uitleggen. We gaan het ook hebben over de navigatie en de call to actions die onderaan staan. Ik ga zelfs een poging doen om van een saai formulier eigenlijk een verhaal te maken om bezoekers te motiveren en om het leuker te maken om het in te vullen. Ook gaan we het over specifieke velden hebben, zoals kortingscodevelden of winkelwagen bijwerkvelden. Kortom, alles wat met design te maken heeft, komt tijdens in dit filmpje aan bod. En door al die dingen te combineren, gaan we ervoor zorgen dat mensen zo min mogelijk moeite doen, hoeven te doen, om jouw formulier helemaal te doorlopen en daardoor gaan je conversies omhoog. Ik wens je heel veel plezier. Als je vragen hebt, kan je die achterlaten in de YouTube reacties of op de site. Uiteraard kan je ons ook mailen en dan krijg je antwoord op jou of vragen over jouw specifieke situatie. Op onze site staat een checklist. In die checklist staat eigenlijk alles wat in het filmpje besproken is nog even kort samengevat. Ook die kan je gebruiken om letterlijk af te vinken of je formulier goed ontworpen is of die kan je opsturen naar jouw designbureau. Ik wens je heel veel plezier en succes met deze video, want ik weet zeker dat het je heel erg gaat helpen. Als we het hebben over het design van een formulier, dan gaan we even beginnen bij het begin. En het begin is de eerste indruk die het formulier maakt. Dus als je eenmaal op een formulier komt of op een checkoutproces, hoe ziet het er dan uit en wat is de eerste indruk die je krijgt? En dat kan eigenlijk positief zijn, nou dat ziet er goed uit, wekt vertrouwen op. Of negatief, ik weet het niet zeker, het ziet er niet zo geweldig uit. En even los van de specifieke elementen op de site, gaat het eigenlijk over het grote plaatje. Ik open de site, wat zie ik? Nou, Coolblue heeft dat uiteraard goed voor elkaar. Maar als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met dit van Plantje, dan zie je, de opmaak is veel minder aandacht aan besteed. En daarmee ziet het er ook meteen heel anders en veel minder vertrouwenswekkend uit. Dus een eerste indruk is heel erg belangrijk. Zeker ook omdat die eerste indruk ook bepaalt, onbewust, een stukje bewust, maar vooral onbewust, hoe ingewikkeld ga ik dit allemaal vinden? Dus hoe ingewikkeld ziet het formulier eruit en heb ik daar wel zin in? Wederom, een goed, netjes opgemaakt formulier die duidelijk en overzichtelijk is, wekt een veel betere indruk dan één grote lap zonder echt een mooi design. Dus design is allereerst belangrijk omdat het je eerste indruk bepaalt en dat bepaalt voor een deel of je daadwerkelijk gaat beginnen aan het invullen van het formulier. Dus dat wat betreft de eerste indruk. Dan is het eerste waar ik het over wil gaan hebben is het kleurgebruik in het formulier. Want er is eigenlijk één manier die gewoon simpelweg het beste werkt. En dat is als volgt. Neem als kleur een witte achtergrond en neem als velden duidelijk gekleurde velden, dus bijvoorbeeld zwart, dat kan zijn oranje, dat kan zijn net als bij Coolblue, waar ze veel groen gebruiken, ook blauw gebruiken ze hier, maar een witte achtergrond of in elk geval een hele lichte achtergrond met donkere opvallende tekst en velden erin. Dat werkt altijd het beste. Wat je anders namelijk bijvoorbeeld kan gaan krijgen is dit, dus hier heb ik een voorbeeld van een contactformulier wat donker is. En je ziet het misschien niet, maar hier staat tekst. En dit is een typisch voorbeeld van een donkere achtergrond met een donkere tekst. Wat dus absoluut niet werkt en niet opvalt. En je kan dus zien als je met je muis erover gaat,
Kijk, er staat daadwerkelijk iets. Dus gebruik altijd een lichte achtergrond, donkere tekst. Let daarbij wel op dat je niet een lichte achtergrond gebruikt en grijze of lichtgrijze tekst. Dat zie je nog wel regelmatig en dat valt best wel tegen elkaar weg. Dus hier zie je dat Coolblue ervoor heeft gekozen om wat extra informatie ook op die manier te presenteren. Hoewel ze wel echt een witte achtergrond hebben. Maar zorg er dus voor dat deze kleur op die achtergrond niet je standaard is. Want het is gewoon veel minder goed te lezen dan de zwarte tekst. Wat je ook nog kan doen om het nog duidelijker te maken. En dat hebben ze hier bij offerte.today bijvoorbeeld wel goed gedaan. Is dat ze de kleur wisselen tussen de vragen door. Dus hier is het iets donkerder, hier is het weer wat lichter, iets donkerder, iets lichter. Zodat je nog duidelijker ziet wat de specifieke vragen zijn die aan jou gesteld worden. Dus ook dat kan een optie zijn om het nog iets duidelijker te maken. Wat je precies moet invullen en wat bij elkaar hoort. Wat betreft het kleurgebruik van je call to action, de knop onderaan, in dit geval ontvang offertes. Maar wat ik net bij Coolblue liet zien is het verder. Zorg ervoor dat hij altijd een heel scherp contrast heeft met de rest van de pagina. Dus hier is de knop knalgroen ten opzichte van oranje en blauwe pagina. Als je het hebt over kleuren die eigenlijk altijd wel goed werken en een goede conversie hebben, dan zou ik vooral denken aan de kleur groen, de kleur rood, en hier zie je ook weer groen, de kleur rood of de kleur oranje. Dat zijn eigenlijk een beetje drie basiskleuren die over het algemeen wel goed converteren. Maar nogmaals, voor jouw specifieke situatie is het moeilijk voor mij om dat zo te zeggen. Naast je kleuren moet je ook zorgen voor voldoende witruimte in je formulier. En daar bedoel ik mee de ruimte die eigenlijk tussen de verschillende velden in zit. Dus hier zie je dat het er heel rustig en overzichtelijk uitziet, omdat overal voldoende witruimte tussen zit. Als ik weer die van Offerte Today pak, zie je het ook. Er is voldoende witruimte tussen de velden, maar ook hieromheen, zodat het heel duidelijk is, mijn aandacht gaat naar dit stuk uit. Ik heb verder weinig afleiding. Als je dat niet goed doet, dan kan het er bijvoorbeeld zo uitzien. Je hebt die witruimte namelijk nodig om de aandacht van de bezoeker geconcentreerd te houden op het naar beneden gaan in het formulier en dit stuk voor stuk in te vullen. Wanneer er te weinig witruimte is en er rondom het formulier te veel staat, stel je voor dat hier zo nog iets staat en hier staat nog iets en hier staat nog iets, dat kunnen navigatieelementen zijn van deze pagina weg of andere afleiding, dan kan ik mijn concentratie niet houden bij het invullen van het formulier. En dat is wat je wel wilt. Dus witruimte tussen de velden en aan de zijkanten speelt een cruciale rol bij een goed converterend formulier. Nu is dit nog op de desktop en daar kan ik nog dingen aan klikken met mijn muis. Maar zeker als ik bijvoorbeeld naar een formulier ga op mijn mobiel of op mijn tablet, waarin ik met mijn vingers moet drukken, en vergis niet, sommige vingers zijn wat dikker dan andere. Als je dan niet genoeg witruimte hebt, dan zit je de hele tijd dubbele vakjes aan te klikken. Dus dit is eigenlijk bijvoorbeeld al iets, het zou mooi zijn als hier iets meer witruimte tussen zit. Hier krijg je dat bijvoorbeeld ook, als ik met mijn vinger hierop moet klikken, dan is het heel weinig ruimte tussen die verschillende opties. En dat kan een probleem vormen voor mij als gebruiker, omdat ik simpelweg gewoon de dikte van mijn vinger daar in de weg zit. Dus zorg echt voor voldoende witruimte, zodat ook op mobiel en op tablet je website of webshop goed functioneert. Een derde belangrijk punt is de vraag hoeveel kolommen zijn er op je pagina te zien. Dus als ik hier weer het checkout proces van Coolblue heb, dan heb ik maar één actieve kolom. Met hiernaast een stukje uitleg ervoor. Dus ik heb één kolom met uitleg en één kolom met dingen die ik in kan vullen. En dat werkt doorgaans het beste. Nu heb je ook veel bij webshops deze vorm en dat is dat je eigenlijk drie kolommen hebt. Dus deze, die en die. Nou, het is niet per definitie zo dat een één kolom beter werkt dan een twee of drie kolommen, maar meestal wel. En de reden daarvoor is eigenlijk weer net als bij het vorige punt, bij het gebruik van goede witruimte. Je kan namelijk in één keer zo naar beneden lezen, naar beneden scrollen, zonder dat je aandacht eigenlijk hier vandaan weer daarheen moet gaan en weer daarheen moet gaan.
Dus het gedrag wat ik moet doen als bezoeker is veel makkelijker door gewoon simpelweg naar beneden te scrollen dan dat ik weer omhoog moet en weer omhoog moet. Nou, nogmaals, het werkt niet per definitie beter, maar als je een keuze moet maken, kies er dan voor om één kolom te doen. En als je het wel wil opdelen in drie stukken, ga dan in plaats van naar de tweede kolom gewoon naar de volgende pagina met deze knop, en zodat je weer één kolom kan hebben. Nou, SEO Shop probeert eigenlijk het beste van twee werelden te krijgen. Namelijk, er staan hier wel drie kolommen. Maar wat ze hebben gedaan, is dat ze eigenlijk die eerste twee kolommen hebben ze wat vaag gehouden, zodat het duidelijk is dat je aandacht eerst hierheen moet. En als je die hebt ingevuld, dan wordt deze actief en dan zie je dat je aandacht daarheen moet gaan. Dus op die manier probeert SEO Shop eigenlijk het beste van twee werelden, wel alles in één keer op je scherm. Maar het is wel duidelijk wat ik eerst moet invullen. Dus dit is een hele goede manier die waarschijnlijk heel erg goed converteert. Nou, naast het gebruik van kolommen kan je ook jouw formulier opdelen. En in een checkout proces zie je al vaak dat het is opgedeeld als volgt. Je hebt één tabblad waar je gegevens invult. Je hebt één tabblad waar je je betaalwijze invult. Daarna ga je naar een overzichtspagina. Dus voor de meeste checkout processen is die opdeling al best goed gebeurd. Maar bij een offerteformulier speelt het ook een belangrijke rol. Namelijk staan gegevens op een logische en duidelijke manier gegroepeerd. Dus bijvoorbeeld staan hier al mijn contactgegevens als eerste bij elkaar, hè, want dat is logisch. Nou, in dit geval wel. Ik ga hier een offerte aanvragen voor een auto, dus dan zou je verwachten dat je autogegevens, dus je kenteken, kilometerstand, dat die ook bij elkaar staan. Nou, dat staan ze ook. Dan komt hier alleen opeens een vraag over betalingen tussendoor. En dan staat er daarna weer een vraag over de auto's. Nou, dat is niet helemaal logisch. Dus wat je eigenlijk wil, is dat je deze vraag hierbij wil zetten, zodat je het kan groeperen op contactgegevens, vragen over de auto en dat je deze apart hebt met vragen over betalingen. Dus zorg ervoor dat je je formulier zo logisch mogelijk opdeelt. Dus offerte.nl heeft dat slim gedaan. Dus die hebben het hier eerst over de regio waar iets moet gebeuren. Vervolgens willen ze dat je je opdracht specificeert en dan staan er alle keuzes duidelijk weergegeven. En als laatste hebben ze het over je contactgegevens. Nou, een hele goede manier van doen. Dus kijk goed welke velden moeten mensen bij mij invullen en zorg ervoor dat je dat opdeelt op een zo logisch mogelijke manier. Daarbij moet je wel opletten met het aantal keuzes wat je iemand geeft. Want hier staat bijvoorbeeld het veld type woning. En ik heb daar vijf keuzes. Dat is op zich prima. Vijf keuzes tot maximaal zeven keuzes, dat is nog te doen voor een bezoeker. Dat is makkelijk te verwerken, hè? Hij leest weer in één keer naar beneden. Vervolgens kiest hij hier zo wat van toepassing is en hij gaat verder. Maar wat gebeurt er als je iemand veel meer keuzes geeft? Dan ga je namelijk één heel groot blok tekst krijgen waar eigenlijk niet doorheen te komen is. En ik zal hier een voorbeeld geven. Even kijken. Bijvoorbeeld hier. Ik ga hier een offerte aanvragen. En dan staat hier: ik wil een offerte voor. En hier een hele waslijst met allerlei mogelijkheden. En dit is, als je dit ziet, is het één groot blok. Er is geen doorkomen aan. Dus deel je keuzes op. Ik zie hier bijvoorbeeld een aantal keuzes over iets oprichten. Nou, splits die. Ik zie hier een aantal dingen over samenleven. Splits die ook op. Ik zie hier iets over voorwaarden. Splits die ook op. Dus zorg ervoor dat je dit stuk opsplitst in logische segmenten met maximaal zeven keuzes. Het liefst drie of vijf. Dat is het meest overzichtelijke. En op die manier kan ik als bezoeker veel duidelijker door je offerte heen gaan. Door de aanvraag heen gaan. En dat is veel makkelijker voor mij om het juiste aan te klikken. En er verandert eigenlijk niks aan de inhoud. Het enige is dat het design er gewoon beter uitziet. En dat maakt het beter voor mij om er doorheen te gaan. De opdeling die je eigenlijk het meeste tegenkomt, is dat je in eerste instantie NAW-gegevens invult. Daarna heb je meestal informatie over bijvoorbeeld het product. En in een webshop heb je meestal die productinformatie al ingevuld. Dan heb je daarna een kopje met overige informatie. En stel dat je een berekening hebt, kan je die ook nog toevoegen. Dus die specifieke opdeling, afsluitend met een vraag- of opmerkingenveld, dat is een opdeling die je vaak tegenkomt en die werkt over het algemeen ook goed. Zolang je design technisch duidelijk maakt,
dat dit allemaal aparte blokken zijn. En als je die opdeling maakt, zorg er dan ook voor dat je de informatie die iemand het makkelijkst in kan vullen, als eerste doet. Dus NAW-gegevens bijvoorbeeld zijn altijd makkelijk in te vullen. Want ik weet hoe ik heet, ik weet mijn adres, ik weet mijn postcode. Maar wat ik misschien niet weet is, welke van deze opties moet ik precies gaan kiezen? Dus daar moet ik over na gaan denken. Dus plaats je makkelijkste opties als eerst en naarmate het formulier vordert steeds moeilijkere opties. En in ons video over psychologische effecten die je kan toepassen ga ik precies uitleggen hoe dat zit. Maar neem even als vuistregel, als je iets gaat ontwerpen, makkelijk eerst en maak het steeds moeilijker. Dan wil ik het hebben over de verschillende keuzes die je eigenlijk hebt als je een offerteformulier gaat ontwerpen. En daar bedoel ik mee, wat voor soort mogelijkheden kan ik een bezoeker eigenlijk bieden? Dus allereerst kan je mensen een invoerveld, een tekstvak geven. Tekstvakken zijn ook over het algemeen bij iedereen wel bekend. Hier kan je gewoon wat schrijven. Nou, er zijn nog allerlei manieren waarop je kan controleren dat wat erin moet worden gevuld, dat het ook echt klopt. Maar daar gaan we het in de technische video over hebben. Maar we hebben tekstvakken. Daarnaast hebben we een radio buttons met een mooi woord. En een radio button is, ik heb een keuze uit meerdere opties, maar ik kan er maar één selecteren. Dus in dit geval de heer of mevrouw. Ja, je kan maar één van de twee zijn. Dan hebben we hier nog de checkboxen. En bij de checkboxen, daar kan ik er meerdere van aanklikken. Ik weet niet precies waarom ik het teken. Ik kan het namelijk ook gewoon zo laten zien. Dus hier kan ik meerdere opties van aanklikken. Dan hebben we nog een slider bijvoorbeeld. Die zal ik er even bij pakken. En een slider is als het ware een balkje die je heen en weer kan schuiven. Om... Nou, waar zit hij? Daar zo. Om iets aan te geven. Dus dit is een slider, die kan ik zo heen en weer doen. En dan neemt een bedrag in dit geval toe of af. Hoewel ik het ook gewoon hier zo kan typen. Gaan we van de slider gaan we door naar de agenda. Dus hier kan je een jaartal selecteren en een datum invoeren. Dat is nog een specifiek stukje. We hebben een drop-down box. Dus als je meerdere keuzes hebt, heb je dus naast de checkboxen en de radio buttons ook een drop-down box om iets te kiezen. Als laatste hebben we nog de mogelijkheid om een bestand te uploaden. Even kijken of ik die ergens kan vinden. Ja, in dit formulier bijvoorbeeld kan je zien dat je hier zo een bestand in kan voeren als het enigszins te lezen is. Je ziet hier ook weer, gebruik alsjeblieft geen donkere kleur met een witte tekst. Doe het alsjeblieft andersom. Dus dat zijn de opties die je hebt. Nou is er één heel belangrijk en dat is namelijk als je de bezoeker de keuze geeft of als een bezoeker moet kiezen uit meerdere opties, gebruik dan nooit een drop-down box. En waarom? Omdat het eigenlijk een extra handeling is. Dus ik heb hier de burgerlijke staat en dan kan ik kiezen uit 1, 2, 3, 4 opties. Maar ik moet eerst op deze knop klikken voordat ik die opties pas zie. Op het moment dat je van die 4 opties radio buttons maakt en ze hier onder elkaar zet, dan wordt het formulier misschien wel iets langer, maar ik kan mijn aandacht simpel naar beneden houden. Ik klik hier aan wat van toepassing is en ik ga verder. Dus hoewel het wel het formulier langer maakt, kost het me minder moeite om dit in te vullen. Dus als je iemand keuzes aanbiedt, bied hem of een radio button aan als het gaat om meerdere keuzes waarvan je er maar één mag kiezen. En bied hem een checkbox aan als je meerdere keuzes, of als je keuzes hebt waarvan je er meerdere mag selecteren. Probeer een drop-down box eigenlijk altijd te vermijden. De enige uitzondering daarop misschien is de optie om je land te selecteren, omdat dat er zo ongelooflijk veel kunnen zijn. Maar dan nog steeds kan je bijvoorbeeld zeggen, ik zet als checkbox bovenaan, of als radio button bovenaan Nederland en België, want 99% van mijn klanten komen daaruit. En zo niet, dan kunnen ze een drop-down box selecteren om een ander land aan te klikken. Dus gebruik drop-down boxen niet, gebruik radio buttons en checkboxen. Zorg er wel voor dat de keuzes die je geeft eigenlijk altijd onder elkaar komen, verticaal. En dus niet horizontaal zoals je in dit formulier ziet. En dat zijn kleine dingen, maar waarom is dat zo belangrijk in je design?
omdat je wil dat die aandacht zo naar beneden gaat. En nu gaat de aandacht zo en dan moet ik weer zo nadenken en dan moet ik weer teruggaan. Dus dat is eigenlijk wat je niet wil. Dus ze kunnen dit formulier hier verbeteren door deze drie bijvoorbeeld. Deze halen we weg en we zetten de dag, de maand en het jaar onder elkaar. Daarna krijgen we geslacht en ook die zetten we onder elkaar. Krijgen burgerlijke staat, dan maken ze radio buttons van onder elkaar. Zodat ik alleen maar naar beneden hoef te kijken. Ik vink aan wat van toepassing is en ik kan zo snel mogelijk door. Het kost me zo min mogelijk moeite om het te zien en om het te verwerken. En dat is wat we uiteindelijk willen. Wat daarnaast heel erg belangrijk is bij de invoervelden, is dat het formaat van het invoerveld in proportie is met het antwoord wat wij verwachten. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat het op dit formulier goed is toegepast. Voorletters, dat zijn er 1, 2 of 3. Dus wat wil je? Je wil hier dat mensen zien, B, F, T. Dat zijn bijvoorbeeld mijn voorletters. En mijn Turkse voegsel is bijvoorbeeld van de. Dat kan gewoon niet veel langer zijn. Stel dat dit voorletters formulier tekstvak zo groot is, dan krijg ik daarmee de indruk dat ik heel veel moet invullen. Vooral onbewust denk ik dan dat hier iets heel groots moet worden ingevuld, terwijl dat helemaal niet hoeft. Dus zorg in je design dat je invoervelden in proportie zijn met wat je verwacht dat er wordt ingevuld. Een veelgemaakte fout waarbij dat gebeurt is bijvoorbeeld het opmerkingenveld. Hier twee websites pakken. Hier heb ik bijvoorbeeld Conrad. En het opmerkingenveld is hier relatief klein. Als ik hier zo begin met typen, is dat redelijk overzichtelijk. Nou, als je dat vergelijkt met de volgende website, kijk, ik heb hem hier gepakt, Offerte Today, dan is deze nog kleiner. Dus voor mijn gevoel hoef ik hier minder in te vullen dan hier zo. Nou, wat veel mensen dus fout doen, is dat ze het opmerkingenveld heel groot maken, zoals deze. Ik kom er even bij. Dus hier zie je bijvoorbeeld een heel groot en langgerekt opmerkingen- of suggestiesveld. Wat bij mij dus de indruk wekt dat ik een heel verhaal moet gaan typen. En zeker een opmerkingenveld waar ik geen makkelijke keuzes heb, waarbij ik dat allemaal zelf moet gaan bedenken, is heel veel moeite, is niet de bedoeling. Dus zorg ervoor dat je velden in proportie zijn tot het antwoord wat jij daar wil of wat je daar verwacht. Bij je bestand uploaden pagina loop je eigenlijk ook vaak tegen een probleem aan. Ik ga hem er even bij pakken. Kijken hoor. Hier bijvoorbeeld heb ik een formulier gevonden waar je dus een bestand kan uploaden. En het grote probleem hiermee is dat je dus vaak niet weet wat wordt er verwacht. Dus welk formaat moet het bestand zijn? Hoeveel KB of MB kan ik hier maximaal kwijt? Welk soort extensie kan ik kwijt? Is het een .jpeg afbeelding? Is het .png? Moet ik een PDF bestand hier uploaden? Moet ik een Word document uploaden? Wat verwacht je precies hier van mij? Dus als je een bestand bestanden wil laten uploaden in je formulier, hou er in je design rekening mee dat je ergens uitleg geeft over wat er precies van je verwacht wordt. Zorg er tijdens je ontwerpen ook voor dat je er rekening mee houdt dat je formulier geactiveerd wordt op het moment dat er gebruik van gemaakt wordt. Dus hier, even kijken hoor, als ik hier bijvoorbeeld mijn naam invul. Van meer. Kijk, dan krijg ik hier een groen vinkje. Nou, tijdens de techniek sessie gaan we precies doornemen hoe dat allemaal werkt. Maar hou er rekening mee dat als je een veld nog niet hebt ingevuld, op het moment dat je er in aan het typen bent en op het moment dat je hem goed hebt ingevuld, dat je een feedback iets geeft aan de bezoeker om duidelijk te maken of dat goed is of niet, waar die mee bezig is, etc. Dus hou er rekening mee dat je bijvoorbeeld andere kleuren gebruikt of dat je een icoontje gebruikt, maar dat je iets doet om die bezoeker te laten weten dat het goed gaat. Wat je ook kan doen, en dat is een hele goede om je formulier zo kort en moeiteloos mogelijk te houden, is dat je pas velden gaat invoegen op het moment dat het relevant is. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een offerteformulier en je kan hier zien ze vragen om de gewenste oppervlakte, de gewenste lengte en breedte maten en of ik een vloer wil of niet. Op het moment dat ik nu klik op feesten en evenementen, kijk, er komt er hier een optie bij
of ik weet hoeveel mensen ik verwacht. Als ik deze nu uitklik, verdwijnt die weer. En als ik nu iets voor tijdelijke huisvesting wil, verschijnt het niet. Want blijkbaar is het voor die tijdelijke huisvesting niet relevant, maar voor feesten en evenementen wel. En op die manier hou je je formulier zo kort mogelijk, zonder dat je relevante informatie mist. Dus ga na bij jouw formulier, is er informatie die ik misschien kan verbergen en pas duidelijk kan maken als er een bepaalde keuze is gemaakt door de bezoeker. Ten slotte is het nog belangrijk om te weten van je invoervelden dat je ook velden hebt die niet actief zijn of op dit moment niet actief zijn. Dus hier bij bol.com zie ik bijvoorbeeld dat ik op dit moment nog geen ophaalpunt kan selecteren. En dat is voor mij heel duidelijk, want dit is actief. Hè? Daar hebben ze hier een hele slimme blauwe kleur om gegeven, zodat ik precies weet wat nu actief is waar ik mee bezig ben. En daardoor is het voor mij ook duidelijk dat dit grijze gebied, dat ik dat niet kan invullen. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn als ik een postcode en een huisnummer invoeg, dat die automatisch mijn straatnaam laat zien, maar dat ik die straatnaam niet kan wijzigen. En dat doen ze heel makkelijk door hem eigenlijk zo grijs te tonen. Dus als je informatie hebt die je wel wil tonen, maar waar een bezoeker niks mee kan of hoort te doen, maak die dan op een duidelijke manier onderscheidend van de rest. En meestal is dat door hem wat simpeler of wat grijziger te maken. Dan is het volgende hele belangrijke punt wat ongelooflijk vaak fout gaat, dat is het gebruik van labels. Een label is het volgende. Een label is een stukje tekst wat iets vertelt over een veld. Dus in dit geval is het label voornaam en dat maakt duidelijk dat in dit vakje ik mijn voornaam moet plaatsen. Hier staat land, dus dit maakt duidelijk dat ik hier mijn land moet selecteren. Nou, dan zijn er twee manieren om een label te plaatsen. En dat zijn de volgende. Label ergens, even kijken hoor, ergens naast plaatsen. Dus hier zie je dat dit label beschrijft wat er in dit vakje moet. Dus dat kan. En je kan een label erboven plaatsen. Dat kan je hier zien. Dan zie je dat dit label beschrijft wat er in het vakje daaronder moet. Wederom, als we gaan denken over de moeite die een bezoeker moet doen, dan werkt altijd het beste om het op deze manier te doen. Namelijk eerst het label en dan het veld. Want waarom? De bezoeker is zo aan het lezen en die kan zo blijven lezen. Steeds verder naar beneden kost het minste moeite. Want wat doet hij namelijk bij het andere veld? Dan zit hij namelijk de hele tijd dit te doen. Poink, poink. Hij moet de hele tijd zo gaan lezen. En geloof het of niet, dat kost onbewust veel meer energie dan simpelweg zo naar beneden te lezen. Dus plaats labels altijd boven je invoerveld. Dus dit is de juiste manier van je labels toepassen boven een veld. Namelijk, hij zit kort op het invoerveld. En dan heb ik hier een heel stuk witruimte en dan komt het volgende veld pas weer. En dat is hoe je het wil hebben. Wat je anders namelijk krijgt is dat je een invoerveld hebt, een label, een invoerveld, een label, een invoerveld. En dan is het onduidelijk of dit label nu bij die hoort of dat die bij die hoort. Dus zorg dat je je labels kort op je invoerveld hebt, zodat er geen enkele misvatting is over wat bij elkaar hoort. Schrijf ook je labels niet in caps lock volledig. Gebruik niet volledige hoofdletters. Gewoon eerste letter een hoofdletter en daarna kleine letters. Dat is het makkelijkst om te lezen en het duidelijkst voor iedereen. Dan gaan we van de labels verder naar de placeholders. Ook een duidelijk onderdeel van het formulier, of dat kan in elk geval, maar wel een verschil met de labels waar we het net over hebben. Is een stukje tekst wat in het veld staat, voordat ik het aanklik en begin met typen. En dat moet je helpen om te begrijpen wat je daarin moet vullen. En dit is dus een verkeerd gebruik wat je hier zo ziet van placeholders. Want hoe moet het eigenlijk zijn? Boven dit vakje moet staan voornaam en hier moet staan bijvoorbeeld Bart. Bijvoorbeeld Bart. Dit moet de placeholder zijn. Want dit helpt mij om te begrijpen wat ik in dat vakje moet invullen. Dus niet een label, maar een voorbeeld. Dat is wat je wil zien.
folder is er om duidelijkheid te verschaffen en niet als enige om uit te leggen wat je daar moet invullen. Maar er zijn wel een paar potentiële problemen met placeholders. En dat kan bijvoorbeeld een reden zijn waarom bol.com en Coolblue ze ook niet gebruiken. Behalve dat je hier zo ziet huisnummer, hè, nummer en toevoeging. Want een probleem met een placeholder kan namelijk zijn dat mensen denken dat het al is ingevuld. En dat zie je bijvoorbeeld verschijnen wanneer je een tijd moet invullen. En er staat dan als tijd, staat er bijvoorbeeld al dit ingevuld. En dan denken mensen dat 9 uur al ingevuld staat. Dus als je een placeholder plaatst, zorg er dan altijd voor dat het duidelijk is dat er niet al iets is ingevuld. Een tweede probleem wat kan voorkomen, maar dat is een technisch stukje, is dat de placeholder die ingevuld is, dat je die eerst moet verwijderen voordat je iets nieuws kan gaan tikken. Heel erg irritant, ik kon zo gauw even geen voorbeeld geven, maar zorg ervoor dat dat niet het geval is. In onze video over techniek gaan we dat nog even extra benadrukken en vertellen hoe je dat weg kan halen. Het toneelstukje wat soms kan helpen is je stappen of je categorieën van je formulier aan te duiden met een getal of met iets opvallends. Dus in dit formulier staat bijvoorbeeld 1. Wat voor soort tent zoekt u? 2. Voor welke periode wil je hem gebruiken? Dan gaan we verder naar 3. In welke plaats of stad? 4. Contactgegevens. Heeft u nog vragen of opmerkingen? En die stappen kunnen een bezoeker helpen om duidelijk te maken hoe die door het formulier moet navigeren. Het kan soms helpen, niet altijd, en dat is puur afhankelijk van jouw website, dus dat is echt iets wat je moet gaan testen. Het volgende belangrijke punt om rekening mee te houden in je design, dat zijn het formaat van de letters en het font wat je gebruikt. Nou is er niet één specifiek font wat altijd het beste werkt, hè, dat je Arial moet gebruiken of een ander font. Maar het belangrijkste is dat het font duidelijk is voor bezoekers. Dus geen Comic Sans of geen ander grappig font wat leuk eruit ziet. Het gaat erom dat het duidelijk is. Op het hele formulier, dus hier zie je bijvoorbeeld dat er 2 verschillende lettertypes zijn gebruikt. Doe dat niet, gebruik 1 lettertype door het hele formulier heen. En zorg ervoor dat de tekst groot genoeg is. Het is een hardnekkig probleem dat er te kleine teksten worden gebruikt op websites. Hou als regel in gedachten dat je tenminste 16 pixels gebruikt. Dat zorgt er namelijk ook voor dat wanneer je een website opent op je mobiele telefoon, zoals hier, dat het goed en makkelijk leesbaar is. Dus 16 pixels is meestal het ideale formaat daarvoor. Een ander element wat je kan gebruiken in je design, dat is het gebruik van visuele elementen in je formulier. Let wel op, als je visuele elementen gaat gebruiken, dus bijvoorbeeld een afbeelding, of zoals Bol hier zo het winkelmandje toont, is altijd gevaarlijk, want je moet zorgen dat het niet gaat afleiden van het formulier wat ze aan het invullen zijn. Maar als je het goed gebruikt, kan een visueel iets kan je helpen dat mensen sneller en makkelijker je formulier invullen. Dus waar moet je aan denken bij visualisatie? Nou, 1 is, je kan net als bol.com, de producten of de diensten waarvoor jij een offerte aan het aanvragen bent, kan je tonen, zodat mensen in gedachten houden, oh ja, daar ben ik voor bezig, dat ding wil ik graag hebben, en dat ze daarmee meer gemotiveerd zijn om het formulier in te vullen. Wat je ook kan doen, is dat je visuele elementen, dus afbeeldingen of video's of het gebruik van pijlen, kan gebruiken om mensen gerust te stellen en te motiveren om door te gaan. Hier om een voorbeeld heb ik vooral een voorbeeld hoe het niet moet. Dus hier bij het formulier staan aan de zijkanten allerlei visuele elementen die niks met mijn offerte te maken hebben en die heel erg afleiden, heel erg de aandacht naar zich toe trekken. Nou, los van het feit dat dit op zijn zachtst gezegd niet het beste offerteformulier ooit is, is dat wat je niet wil hebben. Je wil geen afleiding hebben. Dus wat je wel wil hebben, dat zijn versterkers. En daar heb ik ook een goed voorbeeld van. Deze website kijkt, die hebben hier aan de rechterkant een oplevergarantie en die hebben contactinformatie en een mailadres voor als je vragen hebt. Nou, dat kan een prima stuk van visualisatie zijn wat helpt. Ook bij dit formulier zie je bijvoorbeeld aan de linkerkant hun sterke punten, de certificeringen, een stukje social proof, hulp nodig, dus telefoonnummer. Je kan hier ook denken aan reviews of recensies.
maar dingen die niet per se afleiden, die niks vragen, waar je eigenlijk het liefst ook niet op kan klikken, maar die wel versterken wat hier zo al staat. Eventueel het gebruik van pijlen, ik zit ze nu ook in te tekenen, die kan je gebruiken om mensen aan te tonen waar ze bij het formulier moeten beginnen, of van mijn part een pijl die meebeweegt, zodat je kan zien wat is het volgende wat ik moet invullen. Dus pijlen kunnen mensen ook helpen om makkelijk door de navigatie heen te gaan. En specifiek van pijlen is het zo dat als we een pijl zien, ongeacht waar die precies heen gaat, en ik zal het demonstreren, want wat je ook precies aan het doen bent, je gaat mijn streep nu volgen. En je bent heel erg benieuwd waar ik nu precies met die pijl heen ga. Dat gebeurt eigenlijk onbewust. Dus pijlen kan je heel goed gebruiken om mensen ergens heen te sturen. Bijvoorbeeld naar het volgende veld wat ze moeten invullen. Nogmaals, pas wel op met visualisatie. Zorg dat je het zo gebruikt zodat het wel versterkt, maar dat het niet afleidt of dat het ervoor zorgt dat je wegklikt. Nog een heel erg belangrijk punt, dat is de navigatie die wel of niet op de pagina aanwezig is. En dan kan je bij eigenlijk alle grote webshops zien en eigenlijk alle goed geoptimaliseerde websites, dat zo'n beetje elke vorm van navigatie, op hier een paar dingetjes na, en misschien het logo na, is eigenlijk verdwenen. Ik kan niet zo makkelijk meer teruggaan naar de vorige pagina, weer terug de webshop in of terug de website in. En dat is heel bewust. Want de enige navigatie die ik hier voornamelijk zie, is eigenlijk deze. En die navigatie is bedoeld om mij door dat mandje heen te brengen. Of door het proces heen te brengen. Dus verwijder eigenlijk al je navigatie van je beeldscherm. Want als iemand eenmaal op je offerteaanvragenpagina zit en hij heeft besloten dat hij dat wil doen, dan moet je hem zo gemotiveerd mogelijk houden. En een van de manieren is om de verleiding weg te halen dat hij weg gaat klikken. Dus haal al je navigatie, je menu wat soms hier zit of hier zit, haal je navigatie allemaal weg. Als je dat niet doet, dan kan je bijvoorbeeld in de situatie komen van wat ik net liet zien. En dat is dat je hier allerlei manieren hebt om weg te gaan bij al die moeite die ik hier moet doen en weer wat leuks aan te klikken. En dat is gewoon wat we niet willen hebben. Ook die social media knoppen, haal ze alsjeblieft weg. Dan hebben we het ontwerp van de call to action. We hebben het er al kort over gehad. De call to action, dat is de grote knop die onderaan staat, die er of voor zorgt dat je een bestelling plaatst, zoals je hier zo bijvoorbeeld ziet. Of het is ervoor de knop die zorgt dat je verder gaat in het proces, de knop die zorgt dat je een offerte aanvraagt. Zorg ervoor dat die opvallend is, dat die contrast heeft en dat die eigenlijk door de hele site hetzelfde is. Dat is de knop die je verder brengt in het proces. Zorg er ook voor dat die in je formulier op een logische plek zit. Dus als dit mijn formulier is wat ik zo invul, dan wil ik die knop dus hier zo hebben. Of, net als bij Coolblue, hier zo aan de zijkant. Je wil die knop dus absoluut niet links hebben, hier hebben, wat allemaal niet logisch is. Want iemand is bezig om op een logische en moeiteloze manier door het formulier heen te gaan. En de makkelijkste is recht naar beneden, dus zorg ervoor dat die knop daar staat. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om die knop gewoon wat groter te maken, zodat er geen enkele misvatting is over wat is de volgende stap die ik moet nemen. Als je per se een terugknop wil hebben, doe het dan zoals Coolblue hier ook doet. Hou het heel klein, heel beperkt en heel simpel en plaats die eigenlijk altijd aan de linkerkant. Dus ook in je offertepagina, hou hem onopvallend als je hem al überhaupt erin wil hebben. Wat je absoluut niet wil hebben in de buurt van je call to action, maar eigenlijk wil je dat hele ding niet op je formulier hebben, de meest conversiedodende knop die je kan hebben, en dat is dit. Ik heb hier een formulier, en wat zit er naast mijn aanvragenknop? Een resetknop. En als ik hierop klik, gaat alles wat ik net met pijn en moeite heb ingevuld, gaat weg. Als er iets vervelend is, als er iets conversiedodend is, reset of een annuleerknop. Haal deze, alsjeblieft, van elk formulier af wat je maar hebt. Niet in je winkelmandje, niet bij een offerte aanvragen, een reset of volledige annuleerknop wil je echt nooit hebben. En als je hem dan per se wil, om redenen die ik niet begrijp, zet hem dan niet naast je call to action knop, zodat mensen er niet per ongeluk op kunnen klikken. Plaats hem dan heel ergens anders, bijvoorbeeld helemaal bovenaan of hier ergens onderaan, los van het formulier.
Maar plaats alsjeblieft niet je call to action en je reset knop naast elkaar. Dat is mega frustrerend voor bezoekers die gegarandeerd een keer per ongeluk hierop klikken. En dit kost je ongelooflijk veel conversies. Een leuke manier om je offerteformulier te verbeteren. Dit kan eigenlijk niet bij een winkelmandje, maar alleen bij een offerteformulier. En niet eens bij alle formulieren, maar bij sommige. Dus je mag zelf bepalen of dat bij jou past. Is om een verhaal te maken van jouw formulier. Dus niet simpelweg hier de vakjes en vul maar in. Maar je maakt er eigenlijk een lopend verhaal van. Wat ervoor zorgt dat het iets makkelijker te verwerken is voor een bezoeker. En ik zal hier nu eigenlijk een voorbeeld geven waarin ik een bestaand formulier omzet tot een verhaaltje. Het offerteformulier van aannemersbedrijf Rokanje. En die heb ik aan de linkerkant hier gewijzigd in een verhaaltje. Dus we hebben de titel, de omschrijving van de klus, postcode, wanneer zij aan de slag moeten gaan, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonlijk vind ik het een beetje apart dat er geen naam bij staat, maar goed. Dus die heb ik hier veranderd in een verhaaltje. Dus dan maak ik ervan: hoi aannemersbedrijf Rokanje, mijn naam is, en dan vul je hier je naam in, bijvoorbeeld Bart. En ik wil graag een offerte aanvragen. Ik ben namelijk bezig met mijn keuken. En daarvoor wil ik dat jullie deze, ik verzin maar even wat, deze volledig slopen en afvoeren gaan doen. Nou, de zin komt niet perfect uit, maar dat geeft niet per se. Je kan hem heel goed uitdenken en dan alsnog is het op zich duidelijk wat er staat. Dit moet gebeuren op postcode bla bla bla. En het liefst heb ik dat jullie starten over een maand. En dit kan gewoon een drop-down box zijn, zoals in dit formulier ook staat. Als er vragen zijn, kan je me bereiken op telefoonnummer die. En kan je de offerte sturen naar, ik moet nog even toevoegen, e-mailadres. Naar mijn e-mailadres, dubbele punt. En dan vul je daar je e-mailadres in. Ik zie de offerte graag tegemoet. Dat staat een stuk vriendelijker, een stuk makkelijker dan het simpele formulier wat hier staat. Dus op die manier kan je het wat leuker, wat makkelijker maken voor iemand om het formulier in te vullen. En tegelijkertijd vertel je iemand veel duidelijker wat hij precies moet invullen hier zo. Dus ook dat kan helpen. Het is hier wel belangrijk om te weten dat dit moet je echt testen of het werkt. Het zal zeker niet voor elke branche en niet voor elk bedrijf werken. Maar het is de moeite waard, want als het wel werkt, werkt het namelijk vaak heel goed en heel effectief. Dan is het nog echt cruciaal om tijdens het designen rekening te houden met de omringende elementen die er op jouw website komen. Ik heb er net al kort over gehad, maar we gaan er nu even diep in. Dus we gaan even punt voor punt doorlopen wat omringende elementen kunnen zijn. En los van hoe je er precies invulling aan geeft, moet je er met designen echt rekening mee houden. Waar je rekening mee moet houden is dat op een offerteformulier er eigenlijk altijd een koptekst is en een korte inleiding naar het formulier toe. Dat raad ik ook aan, dat werkt conversieverhogend. Dus zorg ervoor dat je ruimte hebt voor een titel en een inleiding. In sommige gevallen heeft het zin om ook tekst eronder te plaatsen. Maar dat verschilt sterk per branche. Dat is niet altijd zinvol. Sterker nog, meestal niet. Dus maar vooral koptekst erboven en een inleiding die iets over het formulier uitlegt. Daarnaast kan je allerlei visuele elementen aan de zijkant hebben, waar we het al eerder hebben over gehad. Dus een stukje over hulp nodig. Je telefoonnummer, misschien je USP's hier zo. En je kan het hebben over de certificeringen die je hebt. Dus bedenk goed, wil ik hier bijvoorbeeld een sidebar maken? Of wil ik op andere plekken, dus hierboven, of misschien hieronder, hè, dat kunnen ook reviews zijn. Wil ik hier andere visuele elementen hebben? Zorg ervoor dat je in je design daar heel goed rekening mee houdt, dat er voldoende witruimte is. En, zodat je dat kwijt kan en ook eventueel kan wijzigen. Zeker bij het gebruik van foto's of logo's is het belangrijk dat het allemaal goed uitlijnt. En als je een berekenaar aan de zijkant wil hebben, dan is het helemaal cruciaal. Het belangrijkste daaraan is dat je namelijk niet wil dat die berekenaar afleidt.
Ik moest even zoeken, maar hier heb ik een voorbeeld gevonden van op Freyo. En dan zie je hier aan de rechterkant een berekenaar. Dus het is belangrijk dat je er rekening mee houdt. 1. Dat hij er überhaupt is. Maar 2. Dat hij het ook goed werkt op je desktop, maar ook op je tablet en je mobiel. Want als ik deze site nu bekijk op mobiel, als volgt uit. Kijk, je ziet, die berekenaar heeft zich aangepast, zodat hij onderin verschijnt, zodat ik hem kan openen, zodat ik hem weg kan klappen. Dus hier is goed over nagedacht. Dus als je aan het designen bent, hou er rekening bij. Welke elementen moeten er eigenlijk rondom het formulier komen, die heel erg belangrijk zijn. En zorg ervoor dat daar voldoende ruimte voor is en dat het niet afleidt, maar dat het ondersteunt aan het formulier. Heel erg specifiek element, en die zie ik bij Coolblue bijvoorbeeld terugkomen. Dat is namelijk de tooltip. En de tooltip, dat is dit kleine vraagtekentje wat je hier zo ziet. En die verstrekt extra informatie over het veld. Dus als ik daarop klik, dan zie ik hier een referentie en dan krijg ik de uitleg van wat dat inhoudt. Heel erg nuttig om mensen op een makkelijke manier die niet in de weg zet extra info te geven. Maar heel belangrijk dat je het goed implementeert. Dus wat is goed? Allereerst moet je niet simpele informatie die je kan geven weglaten en die in de tooltip verstoppen. Dus wat je bijvoorbeeld hier heel goed ziet, het wachtwoord, minimaal 6 karakters, verder doen we niet moeilijk. Dat is geen informatie die je hier achter je tooltip wil zetten, want de kans dat mensen dit fout doen en daardoor opnieuw het moeten invullen en gefrustreerd raken, die kans is heel erg groot. Dus bij je tooltip wil je alleen maar informatie geven die in de meeste gevallen, die maar voor een bepaald deel van de mensen is, voor wie het niet helemaal duidelijk is. Informatie kan je hier bieden. Nou, stel dat je een berekening moet maken, dan kan je hier extra informatie over die berekening zetten. Stel dat je denkt, waarom moet ik hier precies mijn telefoonnummer invullen bij een webshop, wat raar. Oké, als je een vraag of opmerking hebt, laten we dat persoonlijk weten. Niet iedereen zal zich afvragen waarom het telefoonnummer hier moet, maar dat is wel belangrijk dat degenen die het willen weten het kunnen vinden. En zo kan je tooltips op hele simpele maar goede manieren inzetten om dingen duidelijker te maken voor de klant. Wat daar wel een veelgemaakte fout bij is, is dat die wordt geïmplementeerd met een hover. En dat betekent dat als ik erop ga staan, dat die dan verschijnt en anders niet. En dat zorgt ervoor dat die op telefoon en op tablet niet bruikbaar is. Dus wat je altijd wil doen, is dat er een vraagteken staat waar je op moet klikken. En pas als je erop klikt, dat er informatie verschijnt met een duidelijk kruisje om hem af te sluiten. En denk daarbij goed na welke invoervelden zijn of potentieel onduidelijk, of brengen een hoog level van stress met zich mee, als in ik moet iets persoonlijks afgeven, waarom moet ik dat doen, waarom wil je dit weten, want eigenlijk wil ik het niet afstaan. Dus telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord zijn er goede voorbeelden van. Elke vorm van betaalgegevens kan daar een goed voorbeeld van zijn, maar ook velden die misschien specifiek voor jouw branche zijn. Zorg ervoor dat je daar een duidelijke uitleg geeft om die bezoeker gerust te stellen. Notendop alle belangrijke elementen van een goed gedesigned formulier. Maar dan wil ik nog een paar hele specifieke velden doornemen die vaak in winkelwagentjes of in offerteformulieren voorkomen. En die vaak fout geïmplementeerd worden. Dus de eerste is dat je makkelijk producten kan verwijderen uit je winkelmandje. Even kijken. Dus wat je hier ziet is dat ik hier mijn aantallen heb en dat ik hier een kruisje heb om het hele product te verwijderen. Nou, wat je dus sowieso wil, net als met die resetknop, dit kruisje wil je niet in de buurt hebben van die aantallen. Want het kan zo zijn dat ik per ongeluk hierop wil klikken, op het kruisje klikt, het product kwijt ben en ja, dan moet ik hem weer helemaal opnieuw gaan zoeken. Nou, laat maar zitten. Dus als je zo'n kruisje erin zet, zet hem bijvoorbeeld aan het eind en zorg dat die, dat hebben ze hier wel goed gedaan, niet opvalt. Dus hou hem onopvallend. Persoonlijk zou ik je aanraden om simpelweg het kruisje helemaal niet erin te zetten, want je kan altijd een aantal op 0 zetten. En we zijn hier om te zorgen dat ze op die knop drukken en niet dat ze producten eruit gaan halen. Dus het verwijderknopje bij een winkelmandje, als je hem wil hebben, zorg ervoor dat hij niet opvalt, dat hij helemaal op het eind bijvoorbeeld staat en dat hij niet in de buurt staat van andere belangrijke elementen. Het tweede dingetje is een kortingscode. En een kortingscode zorgt namelijk altijd voor bezoekers, geeft het gevoel van stress. En waarom dat zo is, is eigenlijk als volgt. Ik ben dit product aan het kopen, daar betaal ik 90 euro voor.
en ik zie een kortingscode. En die kortingscode heb ik niet. Dus denk ik, ja, ik word genaaid. Want iedereen heeft een kortingscode, behalve ik. Dus of het gaat gebeuren dat ik denk, nou, ik wacht wel totdat ik een kortingscode heb om het te kopen. Misschien ga ik weer googlen op een kortingscode, voer ik die in en heb ik eigenlijk korting voor niks. Dus die kortingscodevelden, die zorgen voor heel veel stress. Dus probeer die zo klein mogelijk te houden. En hier staat die vrij duidelijk in het scherm. Ik zou persoonlijk zeggen, maak er bijvoorbeeld van kortingscode met hier een klein plusje dat hij uit kan klappen. En verwijder dit helemaal, zodat hij gewoon minder ruimte in beslag neemt. Sterker nog, je kan dit veld zelfs nog kleiner maken door het plusje hier te zetten. En dan hou je het veld zo groot maar. Want kortingscode is echt een dodelijk stukje. Dan heb je ook nog de knop bijwerken. En hier zie ik hem ook. Winkelwagen bijwerken. In zijn algemeenheid ben ik een veel groter voorstander dat als je het aantal verandert, dat de prijzen meteen mee veranderen. Maar ik weet dat dat technisch gezien niet in alle winkelmandjes kan. Als je die knop hebt, zorg er wel voor dat die duidelijk is. Zodat mensen niet het idee hebben, hé, ik heb hier net van 1, heb ik net 2 gemaakt. En ik betaal nog steeds hetzelfde. Als ze vervolgens bij bestelling afronden komen, gaan ze dan teleurgesteld worden. Dus als die erin zit, zorg dan net als hier dat het een grote duidelijke knop is. Waarvan mensen kunnen zien dat ze erop moeten klikken. Je kan er zelfs voor kiezen dat als je een aantal gewijzigd hebt, dat er een melding komt. Klik even op deze knop om je nieuwe prijzen te zien. Dan hebben we nog eentje die zowel bij offertes als bij webshops veel voorkomt. En dat is namelijk de keuze van je land. Je land moet selecteren en vervolgens krijg je gewoon een lijst met alle landen van de wereld. Terwijl dat onzin is en als je naar Coolblue kijkt, die hebben dat heel slim gedaan. Nederland staat standaard aan, want 90% zetten ze waarschijnlijk af in Nederland. Dat geldt voor de meeste bedrijven bij ons. Eventueel kan het ook in België laten bezorgen. Zij doen het waarschijnlijk nergens anders. Maar zelfs als je overal ter wereld dingen heen wil sturen, zorg er dan wel voor dat bijvoorbeeld Nederland en België makkelijk en snel aan te klikken zijn. En dat je niet het helemaal hoeft op te zoeken. Want de meeste omzet gaat toch hierheen. Dat maakt het voor bezoekers veel makkelijker. En de laatste optie is, maar dat is echt een keuze, dat je je gegevens in kan laten vullen door Facebook. Dus dat je hier kan klikken Sign in with Facebook en dat die eigenlijk al mijn gegevens invult. Sommige bedrijven willen dat bewust niet, sommige bedrijven willen het wel, maar het is wel de moeite waard om te testen. Want in sommige markten werkt het beter. Je klikt op één knop, je moet nog één keer doorklikken en al je gegevens of een groot deel van je gegevens staan in principe ingevuld. De upselling in het winkelmandje. Die kwam ik net tegen, ja, hier zo. En dit is ook iets wat je veel ziet. Logisch, want je wil upselling doen of je wil cross-selling doen. Dus je gaat extra producten of een duurder product aanbieden die ze nog even snel in het winkelmandje kunnen doen. Nou, ook dit is echt een kwestie van test of dit voor jou werkt, want het is natuurlijk afleiding. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze upselling, dan roept dat ook wat vragen op. Namelijk, wat is pokon palmvoeding? Wat is pokon bonsaivoeding? Wat is groene plantenvoeding? Ze zijn verschillend in prijs, ik weet allemaal niet wat het inhoudt, dus welke moet ik nu aanklikken? Dat zorgt voor onzekerheid, dat zorgt voor stress en dat zorgt er weer voor dat het veel meer moeite kost om hier doorheen te gaan. Dus als je wil upsellen of crosssellen, zorg dan dat het aanbod wat je hebt extreem duidelijk is. Geef niet te veel keuzes en weet zeker dat je getest hebt dat het niet in zijn totaliteit ten koste gaat van de conversies of uiteindelijk van de winst of omzet die je webshop maakt. Het ene laatste punt wat belangrijk is om over na te denken, is het geven van voorafgemaakte keuzes. Dus op het moment dat je een keuze geeft, dus bijvoorbeeld via een radio button zoals hier, hè, kies welk type bedrijf je bent, bedrijf, overheid en healthcare of educatie, dan kan je alvast één bedrijf selecteren. Of je kan alvast één keuze aanzetten. Zelfs hier aanhef staat de heer standaard al aangevuld. En dat kan je doen wanneer je meerdere keuzes hebt, maar één keuze veruit het meeste voorkomt. Dat betekent dat 50 of 60 of 70% van je mensen die keuze niet hoeft te maken. En daarmee is het makkelijker om een formulier door te lopen. Dus als je keuzemogelijkheden hebt, bedenk goed
kan ik een keuze van tevoren alvast aanzetten, zodat het makkelijker is voor het grootste deel van het publiek. De allerlaatste punt wat ik je mee wil geven, maar ik hoop toch echt in godsnaam in 2017 dat iedereen dit al zo'n beetje geregeld heeft, is als je een formulier designt of een webwinkel, zorg er dan voor dat die responsive is. Zorg ervoor dat die werkt op alle apparaten. En nu heb ik er toevallig eentje gevonden die nog niet responsive is. Ik zal hem hier laten zien en dat ziet er dan als volgt uit. Dus dit is stevigst. En dit is het checkout proces. Op je mobiele telefoon. Echt een verschrikking. Nou, dus zorg ervoor dat je ontwerpen hebt voor je mobiele telefoon, voor je tablets. Dat die op elk scherm goed te zien is. In mijn optiek is dit toch wel een beetje een gegeven. Maar dat is het allerlaatste wat ik je wil meegeven over het goed designen van jouw formulier of jouw winkelmandje. Om zoveel mogelijk conversies eruit te halen. Het proces zo moeiteloos mogelijk te laten gaan. En ik weet zeker als je al deze tips uit deze vrij lange video gaat toepassen. Dat je conversies ongelooflijk hard omhoog gaan schieten. Gefeliciteerd! Je hebt het gehaald tot het einde van de video. Heel erg bedankt dat je de hele video hebt uitgekeken. Ik weet dat het een uur lang is, maar ik hoop dat je er heel veel praktische waarde uit hebt gehaald. We hebben het over alles wat je maar kan bedenken op het gebied van design hebben we het gehad. We hebben het gehad over de invoervelden, over het kleurgebruik, over de call to action, over kolommen, specifieke opties zoals het winkelwagentje en tooltips. Alles wat je maar kan bedenken hebben we behandeld. Heb je nu nog steeds vragen of opmerkingen? Laat dan een reactie hieronder achter in YouTube, op de site of stuur ons een mailtje, kan je al je vragen stellen. Op onze website staat een makkelijke checklist, die kan je downloaden, uitprinten en dan kan je alles afvinken. Weet je zeker dat je je formulier compleet gecheckt hebt. Heel erg bedankt voor het kijken en ik wens je ook heel veel plezier met het verbeteren van je formulier. De volgende video gaat specifiek over copywriting. Ik hoop ook zeker dat je die gaat kijken, want daar gaan we weer net zoveel waardevolle informatie geven om je te helpen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer.